Roy Donders is terug. En de ambitieuze stylist van het zuiden heeft grootse plannen. Ik heb natuurlijk wel altijd heel graag een eigen kledinglijn gewild. Misschien komt heel de collectie in te hangen. Ik zie het al helemaal voor hoe dat wordt. Ja, Roy is weer helemaal bezig met een eigen imperium. Ik weet nog niet wat je weer eens in een campagne. Nee, Roy pakt altijd alles groot aan, hè? Hij laat een omvangrijke glittercollectie in Istanbul produceren. Deze vind ik helemaal vet. Dit is Stijn. Okay. En die wil hij in het hele land uitrollen. Ik denk, ja, dat ga ik gewoon proberen. 5 provincies hebben we nu van de 12. Maar hij is ook ceremoniemeester en stylist van de bruiloft van zijn zus Rian. Die mag echt wel nog helemaal iets langs en bloemen. Je moet die omwisselen met die. Dan moet ik eens Rian de haar afmaken en een jurk aan. En hij heeft zijn zinnen gezet op een grootste theatertour. De hoofdlijn is een feestje met Roy. Ik bruis echt van de ideeën en dat komt helemaal goed. De stylist heeft het volste vertrouwen in al zijn plannen en zet hoog in. Hier komt een heel grote kroon op. Geloof maar nou, dat kan niet misgaan. Ja, maar dat is weer alles bij jou. Dat is echt zo. Maar dit keer heeft de ambitieuze ondernemer wel hele grote risico's genomen. Ik heb niks ondertekend. Ik heb geen contract. Ik zit nou wel helemaal te trillen. God, mijn jou. En het glitterimperium dreigt te bezwijken onder de collectie zomerhuispakken. Dat had ik nooit moeten doen. Heb ik misschien 10 pakken van verkocht. Al mijn geld zit gewoon in heel die pakken. Dat kan ons doodsteek worden, ja, die pakken. Ik zal er ook alles aan doen om dat niet te laten gebeuren. Is het paillettentijdperk ten einde of krijgt het sprookje alsnog een happy end? Kijk, nou staat weer iemand op me, Jurik. Met mij voor goud.